Waarom waste hij de voeten van Petrus? Jezus wist dat Petrus hem spoedig 3 keer zou verloochenen en dat hij in de toekomst zou blijven zondigen. Jezus kende de zwakheden van zijn discipelen en hij wilde niet dat hun zonden tussen hem en zijn discipelen zouden komen. Daarom moest hij hen leren dat al hun ongerechtigheden al waren weggewassen. Dat was de reden dat hij de voeten van zijn discipelen waste. Voordat hij stierf en hen verliet, wilde Jezus er zeker van zijn dat zij standvastig zouden blijven in het evangelie van zijn doopsel en ook in de volledige vergeving van al hun levenslange zonden. We zouden allemaal de reden moeten begrijpen waarom Jezus de voeten van de discipelen waste en weten waarom hij zei: "Wat ik doe, begrijp je nu niet. Maar hierna zul je het weten. Alleen dan kunnen we in het evangelie van de wedergeboorte geloven en zelf opnieuw geboren worden." Bent u werkelijk wedergeboren uit het water en de geest? Van Paul C. Jong. Preek 8. Het evangelie van de overvloedige verzoening. Als we dingen volgens de wet doen, kan ons dat redden?